Yo boys and girls. 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 My name is Alta Dylan. Yo boys and girls. Welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam dat is Alta Dylan. En vandaag doen we een Q&A. Deze Q&A wordt in twee delen opgenomen. Dus vandaag neem ik de intro op. En jullie zien mij als ik op een andere dag alle vragen heb binnengekregen. Ik denk dat ik de Q&A volgende week maandag ga opnemen. Dus dat ik nog een weekendje heb voor de Q&A. Ik heb dus op Facebook en op Instagram heb ik een post geplaatst. Allee, op Instagram is dat op mijn verhaal. Op Facebook is dat een post dat ik geplaatst heb voor de Q&A te vragen. En toen heb ik al één vraagje gehad, maar dat ga ik pas beantwoorden in de uiteindelijke Q&A. In maandag ga ik dat pas beantwoorden, omdat ik alle vragen heb binnengekregen. Dus nu ga ik eerst alle vragen die ik krijg in het weekend screenshotten, dat ik maandag kan verder gaan met de Q&A. En dus nu hebben jullie, nu is het vrijdag, ik heb de Q&A, ik heb de vragen klaargezet. Allee, ik krijg al wat vragen binnen. En dan, maandag ga ik dan de vragen beantwoorden in de Q&A, uiteindelijke video. En ik ga die zo snel mogelijk uploaden, dus ja. Dit is al stukje nummer 1. Het is dus één dagje verder en we zitten dus in een andere sfeer, met een andere trui aan, van een kastje op. Met een maatkastje op en het is dus een dagje verder en waarin wij dus een dagje verder, dus een dagje, het is dus zaterdag in plaats van maandag dat we opnemen. Dus het is dus zaterdag en ik heb de vragen gehad, ik heb er alleen maar op Facebook gehad. Ik heb er geen op Instagram gehad, spijtig genoeg, dus alleen de vragen op Facebook. Sven Oscar Peters Alvarez, ofwel Sven Wilkens, vraagt is het bonjour of bonjour? Ik denk eerder dat het bonsoir is. Ik denk eerder dat het bonjour is, zo heet. Ja. Eén van de twee is het. Ik denk bonjour. Of ja. Bonjour. Bon betekent goed. Jour betekent dag. Dus goeiedag. Maar het is ook, kan ook zijn bonsoir. Dries Keustermans vraagt, wat vind je van FIFA 22? We zijn nu ongeveer een weekje verder. We zijn een weekje en een dagje verder met FIFA. Ik vind, na een week te spelen, vind ik FIFA toch ietsje beter dan wat het eigenlijk was, dan wat FIFA 21 was. Oké, ze hebben weer meer veranderingen gemaakt in FIFA 22. Dan in FIFA 21. Dus de FIFA, ik vind hem persoonlijk goed gemaakt. Maar dat kan ook aan andere spelers liggen. De spelers worden alleen maar, alleen de spelers database, hoe noemen ze dat, de fanbase, zal ik het zo zeggen, wordt alleen maar groter en groter bij elke FIFA. Dus wat dat ook brengt, meer like, meer dingen. Dus eigenlijk is deze FIFA weer goed. Oké, er zijn een paar veranderingen gebeurd in FIFA die ik persoonlijk niet zou gedaan hebben. Zoals dat menu in Ultimate Team zou ik speciaal niet gedaan hebben. En ja, ik zou persoonlijk zou ik het oude menu van FIFA 21 houden hebben. En zo aan en zo aan. Dan vraagt Kira Schatti, wat vind je van me? Ja, we hebben zoveel contact niet, dus ja, ik weet niet wat ik moet vinden. Dus sorry als ik u beledig, maar ik zorg als ik u dingen zeg, maar we hebben zoveel contact niet, dus ja, ik weet niet wat ik moet vinden. Dus ja, vonden jullie deze video tof? Laat dan zeker die like achter. Abonneer hier beneden in het balkje, want ja, we hebben nu de 214 subs. En laat ons tikken naar de 215.
Joejoe, mijn naam is altijd Dylan. Joejoe.